go, go! Jongens, onze opdracht is het gemarkeerde geld. Welkom Juliet. Ik heb me laten vertellen dat jij ook bent aangewezen tot de beveiliging van de gemeente. Ja, dat klopt. Nou, dan zal ik je heel even informeren over onze top prioriteit. Hier, ik laat je nu een paar foto's zien. Kijk, dit is het apparaat waar het gemarkeerde geld in zit. Het is eigenlijk net een bankkluis. Dan kleiner. Op dit apparaat staan alle gegevens van het gemarkeerde geld. Wat is het gemarkeerde geld ook alweer? Het is het geld wat onder de barcode van de gemeente ligt. Leg uit. Nou, omdat de database van deze gemeente zo begint uit te groeien, hebben we een nieuw beveiligingssysteem erop bedacht. Het is een bepaalde streepjescode. De code staat op papier. Ik kan mijn klakkeloos met de pc kraken. Maar dat papier waar de code op staat, dat is strikt beveiligd. Alleen ik, George, mijn baas en de burgemeester hebben toegang tot het papier. Als we de code omzetten op de pc, dan kunnen we misschien toegang krijgen tot het geld. Dus je kunt alleen het geld krijgen door die code in te voeren. Waarom? Het geld is onder die barcode beveiligd. Het geld wordt gebruikt voor bouwplannen en vuilnisrecycling. We hebben het geld beveiligd, omdat het een groot belang is voor onze gemeente en natuurlijk vanwege de kredietcrisis. Maar van het geld kunnen we nu dingen die een jaar geleden onmogelijk waren financieren. En als de barcode één keer wordt gebruikt, wordt er door de beveiligingscentrale in Eindhoven direct een nieuwe opgestuurd. De computer herkent iedere code maar één keer. Was het gebruik de noodgevallen? Jij hebt het begrepen. Zet! Het lukt er niet bepaald! Je beveiliging nu ook niet, verdomme! Ik ga me aangrijpen. Joden, je bent ook niet slim, hoe komen we nu binnen? Wie is hier niet slim, hè? Over de code, de barcode. Ik wil dat jullie met geld bezorgen. Wat heb jij door, man? Waarom zouden we dat doen? Rustig. Het was jullie taak om de barcode te beschermen, maar jullie hadden waarschijnlijk een gevaar. Ik kan zo de jullie baas bellen en zeggen dat het jullie niet gelukt is om het te beschermen. En zijn jullie voorlopig niet ja. Maar als je meedoet, krijg je 10%. Waarom zou ik dat willen? Fout geantwoord. Ik ga jullie baas bellen. Is dit het goede nummer? Ja, oké, ik help je. Oh man. De barcode zit in de brief die geopend moet worden. Zover ik weet, heb jij toegang tot de code, nietwaar? Nee, is niet zo. Hij lijkt bij mijn baas op het werk. Nou, dan is het probleem weer opgelost. Welkom.